Allereerst, als je de penalty op de stip neemt, weet je dan al in welke hoek je gaat schieten? Ik heb wel een hoek in mijn hoofd, alleen ik kijk altijd naar de keeper, hoe hij staat. Misschien heb je dat net ook gezien en dan schiet ik hem in de andere hoek. En heb je misschien ook een afleidingsmanoeuvre om de keeper naar een andere hoek te brengen? Ik blijf alleen de hele tijd naar hem kijken. Dan wordt hij natuurlijk een beetje zenuwachtig van. En meestal gaan keepers al voordat je schiet duiken en ik kies dus op het allerlaatste moment de hoek. En als je bijvoorbeeld een hele belangrijke penalty moet nemen, beïnvloedt de druk dan ook hoe je die penalty neemt? Nee, tenminste, ik ben dan heel koelbloedig, maar ik weet wel van andere spelers dat die druk soms de das om kan doen. Oké, okay, onderzoek je voor de wedstrijd wel eens hoe vaak de keeper van de club van de tegenstander naar een bepaalde hoek duikt? Of dat hij in een ene hoek heel slecht is en de andere niet? Nou ja, soms kijk ik wel filmpjes van de partij waar ik tegen moet spelen. En als er dan een penalty wordt geschoten, dan kijk ik wel in welke hoek hij duikt. Maar in principe blijf ik dus gewoon hetzelfde doen, de hele tijd naar de keeper kijken en dan in de andere hoek proberen te schieten. En trainen jullie hier ook op penalties? Nee, maar ik wel persoonlijk. Na de training of voor een training dat ik even een paar ballen schiet, gewoon voor het gevoel. En vind je dat heel belangrijk om penalties te trainen, of is het gewoon een soort van loterij? Ik vind het niet een loterij, want ik heb tot nu toe al alle penalties gescoord. En ja, dat komt denk ik ook als jij het gaat oefenen, heb je zo'n gevoel. En dan heb je dus een gevoel van, nou, ik ga hem toch scoren, want ik ga de keeper toch in een andere hoek sturen. Ja, en dat helpt wel bij mij. Oké, en hoe vaak moet je ongeveer een penalty nemen? Ik heb dit seizoen al 5 penalties genomen en gescoord. Oké, dankjewel. Dat was het al. Nou, als je de penalty moet tegenhouden, waar let je dan op bij de speler? Nou, hoe de speler kijkt. Dus ik ga kijken hoe die, nou, één, hoe die staat. Hoe die voor de bal staat. Of hij schuin staat. Of hij recht voor de bal staat. En dan, ja, het is ook een beetje, ja, wat je lichaam voelt. De ene keer, één moment denk je van, hé, hij gaat daar schieten. Maar het andere moment denk je van, hé, hij kan ook eventueel daar schieten. Het is een beetje op gevoel ga ik vaak naar de hoek toe. Dus het is niet echt van je reageert op hem, je reageert op het schot, maar je reageert op de speler. Ja. Het is vaak, omdat het zo'n korte afstand is. En je zorgt wel dat je klaar staat voor het schot. Alleen als je gaat afwachten, ben je vaak te laat. En als er nou een bal door het midden komt, wat is het dan? Ja, als je ook op tv kijkt, dan zie je ook vaak de penalties worden gescoord door het midden toe. Ja, de keeper kiest vaak, ja, kiest 9 van de 10 keer gewoon een hoek. En ja, zoals je zag, ging je er toen gewoon in. Probeer de speler ook een beetje uit de concentratie te halen door afleidingsmanoeuvres te gebruiken. Of? Ja, ik probeer zoveel mogelijk ja, tijd te nemen. Dus tussen de penalty nemen. Zeg maar, dat de speler naar de bal toe loopt. Om aan te, zeg maar, om te nemen. Dus dat er zoveel mogelijk tijd tussen moet zitten. En waarom doe je dat dan precies? Om Ja, hem een beetje uit zijn concentratie te kunnen houden. En is er nou een hoek waar je beter naartoe kan duiken dan een andere hoek? Of beter boven naar beneden kan duiken of lager in de hoek? Nee, ja, mijn favoriete hoek is de linkerkant. Zeg maar, ja, mijn linkerkant, omdat het fijn is. Is dat dan omdat je rechtsbenig bent? Is het dan dat je beter naar links kan duiken? Is vaak maken met dat ik beter kan afzetten dan. En ik kan meer vooruit duiken, zeg maar. Dat heb ik meer kans om de bal te pakken. En Donnie zei dat jullie wel eens na de training even oefenen op penalties. Doen jullie dat? Doe jij dat ook? Ja, ik ben niet zo'n penalty killer. Zoals u vandaag had gezien. Ik pakte één bal van de negen schoten, denk ik. Ja, nee, ik oefen meer op andere dingen. Dus je vindt het ook penalties niet zo belangrijk in de wedstrijd? Ja, je kan bij jezelf gaan denken hoeveel penalties ga je krijgen in de wedstrijd. Hoe ga je om met de druk als bijvoorbeeld als het 1-1 staat en je moet op de laatste minuut nog een penalty tegenhouden? Nou, de druk is niet zo heel groot, vind ik.
Ik denk meer van, nou ja, als ik hem pak is het mooi meegenomen. En als ik hem niet pak, ja. Ja, wat kan je eraan doen? Dus de druk ligt meer bij de speler? Ja, ik vind het wel. Oké, dat was het.